8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het jaar 2016 begon zoals elk nieuw jaar in Noordwijk met de nieuwjaarsduik. Toch is het een bijzonder jaar. Noordwijk is namelijk 150 jaar badplaats. In dit programma een terugblik op evenementen in het kader van 150 jaar badplaats en daarna een duik in de geschiedenis met Koen Bareit. Alle deelnemers van de Nieuwjaarsduik kregen in ieder geval een 150 jaar badplaatsvaantje en het is tijd voor feest. Nou, ik wil uiteraard alle Noordwijkers een geweldig nieuwjaar wensen. 2016, 150 jaar badplaats, het barst van de festiviteiten. En ik ga zelf proberen om een beetje oranje tintje aan te geven. Geniet er dit jaar van en doe vooral mee. Meedoen bijvoorbeeld met Boomfeestdag. Alle scholen planten een boom voor een bijzondere herinnering aan 150 jaar badplaats. Goed zo. Nou, er worden vandaag bomen geplant in heel Noordwijk op alle basisscholen. Maar niet alleen op de basisscholen, ook bij kinderdagverblijven en bij het voortgezet onderwijs de Noordgoosschool. En er worden bomen geplant omdat het vandaag Nationale Boomfeestdag is. Dus niet alleen in Noordwijk worden bomen geplant, ook in heel Nederland worden bomen geplant. En het is vandaag in feite een dubbelfeest, omdat we ook nog een keer deze boom een gedenkboom willen laten zijn. Omdat het ook dit jaar is dat Noordwijk 150 jaar badplaats is. Bij een jubileumjaar hoort ook een tentoonstelling in Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. Kinderen in klederdracht spelen oud-Hollandse spelletjes en hoog bezoek uit 1866. Burgemeester Piquet, die ook wat weg had van burgemeester Rijpstra. Wat is er allemaal hier veranderd? En nu, ik kijk om me heen, een geweldig strand. Wat is dat strand breed geworden? Ontzettend groot. Maar ja, waar zijn nou die badkoetsen gebleven? Waar zijn de badhokjes? En we zien nu, ja, ik heb heel veel kunnen kijken op dat strand. En ik zag allemaal wat schaars geklede dames en heren. En ja, natuurlijk, in wat voor tijd leven wij nu? Ik moest er wel even aan wennen. Maar ik vind wel heel goed, zeg ik tegen het gemeentebestuur, dat ze ook een stukje strand, dat ze stranddelen hebben uitgekozen voor die mensen die geen geld hebben om een zwembad of badpak te kopen. En dat is toch wel beleid, een vrije natuur. Ik loop heel trots de Tulp, de badplaats, in het kader van 150 jaar badplaats, moet dit een topper gaan worden. Een eigen tulp, behorend bij 150 jaar badplaats. De tulp komt van Jacques Uitenbogert uit Noordwijkerhout. Gedoopt door de grote trekker van het jubileumjaar, Marjolein van de Jacht. Ik heb het vorige jubileum ook meegemaakt. 125 jaar badplaats en nu 150 jaar. En hoe was dat 25 jaar geleden? Toch wel een hele andere setting. Een historische optocht nog door het dorp. Daar liep iedereen toen nog vooruit. En dat krijgen we nu niet meer voor elkaar. We hebben nu moderne middelen, een hele andere setting. Maar wel weer een heel mooi jubileum. We kijken wel veel terug. De badkoets was toen ook, door Jan Beugelsdijk gemaakt. En ja, we hebben gewoon weer een heel mooi feestjaar. Met toen ook veel evenementen die we eigenlijk soms een klein beetje herhalen. En we hebben geprobeerd aan alle jaarlijkse evenementen een extra sausje te geven, 150 jaar. De viering van 150 jaar badplaats moet een feest zijn voor jong en oud. Daarom werden er feestmiddagen met muziek en optredens georganiseerd in de seniorencentra Groot Hoogwaak en hier in Jeroen. Ja, ik vind het geweldig. Het is heel leuk om juist in Sint-Jeroen samen met al die ouderen die in feite de ontwikkeling van Noordwijk badplaats hebben meegemaakt voor een groot gedeelte. Niet voor de hele 150 jaar, want dan zouden ze heel oud zijn, maar toch. Een groot aantal jaren hebben ze dat meegemaakt en dat we dan hier vanmiddag zijn om met hun in feite dat te vieren is natuurlijk heel leuk. Van oud naar jong, 150 jaar badplaats levert ook een kindervolkslied op. Gezongen door leerlingen van de Noordwijkse school. Thank you.
En waar we ons geen moment vervelen, waar we scheppen en dijken bouwen. En papa's emmers water sjouwen. Ik ben gevraagd door Herma en Chantal om een lied te schrijven voor de cd. En gaandeweg kwam ik erachter dat ik een soort ode aan Noordwijk aan het schrijven was. En het was af en het is opgestuurd naar de componist. Ik mocht zelf kiezen door wie het gecomponeerd zou worden. En ik heb al vaker met Henk Ruiter gewerkt. Dus ik koos voor Henk. En Henk heeft er echt werkelijk een meezinger van gemaakt. Zoals je net al kon zien. Dus ik ben apetrof. Ja. Boulevardje pikken zit erin. Ja, boulevardje pikken en de kinderen aan een ijsje likken. Ja, absoluut. Ja, het zijn eigenlijk mijn eigen ervaringen. En nu ook met twee kleintjes zelf. Een eerbetoon aan Noordwijk. En ik begon te schrijven en toen dacht ik, oh, zee zit erin. Maar ik woon nu in binnen. Ja, een zeeër die naar binnen gaat. Dus toen dacht ik, ja, dan moet binnen er ook bij. En toen, ja, het werd echt een volkslied. Wij zijn de kinderen van de zee. Geef ons een hand en we nemen je mee. Ons prachtige dorpje aan het strand. Waar wij ons hart aan hebben verpand. Waar zeeën zijn kinders groot en klein. Trots op hun badplaats hoort wij zijn. Waar zeeën zijn kinders groot en klein. Trots op hun badplaats hoort wij zijn. En toen evenementen met spektakel in de lucht. Flags from the Sky zorgde ervoor dat de 150 jaar badplaatsvlag door parachutisten bij de paviljoenhouders werd bezorgd. Wij springen nu van 2500 voet. Dat is gedeeld door 3, dat is ongeveer 700 iets meer meter. Een deel van de crew van Blue Beach staat op de trappen. De parachutist is erbij. En de jongste generatie, de vijfde generatie in de tussentijd van de familie van Ski, Jim, die heeft dus officieel de vlag aangereikt gekregen. En na de parachutisten was daar het spektakel de flyby. Oude en nieuwe vliegtuigen gaven hun saluut aan de badplaats. En sommigen maakten er een prachtige show van. Trekker van de flyby en andere evenementen is Noordwijker Anne-Cor Groeneveld. Als dank kreeg hij van de burgemeester de zilveren erepenning van de gemeente Noordwijk. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Het is heerlijk als je erbij betrokken mag zijn. Het is ook leuk als je een paar initiatieven mag nemen. Maar het is natuurlijk zo, dit is allemaal teamwork. En het is prachtig als je dan als initiatiefnemer of als voorzitter van de Dutch Aviation Groep of het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartfonds of het Da Vinci Comité leiding mag geven aan dit soort initiatieven. Maar laten we vooral niet vergeten, A, het is werk van heel veel mensen samen en B, het is bedoeld voor heel veel mensen. En daar zijn we denk ik vandaag in geslaagd om heel veel Noordwijkers een plezier te doen met deze Noordwijk Flyby en daar ben ik heel dankbaar voor. Dat was de flyby. De viering van 150 jaar badplaats gaat natuurlijk het gehele jaar door. Wilt u weten wat de evenementen zijn? Kijk dan op noordwijk150.nl. Tot zover de evenementen tot nu toe. Nu de geschiedenis van 150 jaar badplaats.